Het is wel zo prettig als je weet wat er in een groep van je verwacht wordt en wat de spelregels zijn. Dat maakt het leven lekker overzichtelijk. Het werkt ook makkelijker als iedereen zo ongeveer hetzelfde denkt. Dat voorkomt een hoop discussie en gedoe. Een veelgehoorde zin is dan ook... Zo doen we dat hier eenmaal. Elke groep, waar ook ter wereld, heeft een aantal spelregels waaraan iedereen zich zo'n beetje houdt. Oké. In de ene groep is het bijvoorbeeld de norm dat je je emoties niet laat zien. Je stelt je zakelijk op en redeneert vanuit regels, procedures en logische argumenten. Met je vuist op tafel slaan wordt gezien als verlies van zelfbeheersing en is een teken van zwakte. Er zijn echter ook groepen waar je je verhaal kracht kunt bijzetten door je emoties te laten zien. Er wordt dan juist beter naar je geluisterd. Ja. Maar hoe verschillend groepen ook kunnen zijn, één gevaar ligt altijd op de loer. Dat er van de groepsleden wordt verwacht dat zij zich conformeren aan wat de groep als geheel ergens van vindt. Ah. Je kent dat verschijnsel waarschijnlijk wel. Het is ongemakkelijk om in een groep als enige je vinger op te steken en te zeggen dat jij het anders ziet. Nee? Maar als in een groep iedereen verplicht is het met elkaar eens te zijn, dan heeft dat een paar vervelende consequenties. Het kan gebeuren dat zo'n groep zich gaat afsluiten voor andere gezichtspunten. En zich als het ware ingraaft in zijn eigen gelijk. Groepsdenken noemen we dat verschijnsel. Het wordt dan belangrijker om je aan te passen aan de norm dan om je eigen stem te laten horen. En daarmee wordt in feite het hele doel van de groep onderuit gehaald. Een belangrijk argument voor samenwerken is immers dat een kwestie vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken. Maar precies dat principe wordt ondergraven door groepsdenken. Als een groep tot groepsdenken is vervallen, dan wordt namelijk iedereen die een ander gezichtspunt inbrengt genegeerd of belachelijk gemaakt. Dan houdt het vanzelf wel op en is de status quo weer hersteld. Groepsdenken heeft al tot heel wat rampen geleid. Denk maar even aan al die foute beslissingen, klein en groot, waarvan achteraf gezegd wordt: heeft nou echt geen mens dat zien aankomen? Waarom heeft niemand op de risico's gewezen? Waarom heeft niemand ingegrepen? Men stond erbij, men keek ernaar en men deed niets of precies het verkeerde. Dat is groepsdenken. Groepsdenken is heel moeilijk te doorbreken. Je denkt dat de groep op het goede spoor zit, want jullie zijn het roerend met elkaar eens. Jullie conclusies moeten dus wel juist zijn.